Spanje movies. Yo, what up, gasten? Welkom bij deze nieuwe. Deze Banjo Break duik ik terug in het verleden. We gaan het namelijk hebben over school. Want er zijn genoeg back to school video's en die boeien nu niet. We gaan het namelijk hebben over afkijken bij een proefwerk en dan op de moeilijke manier. Niet van die easy shit. Zo van, hey, ik doe een speakbriefje in mijn etui, dat ziet niemand. Of alle antwoorden op je nagels schrijven in de hoop dat dan de leraar... Ja, rot op, man. Of nog beter, een speakbriefje verbergen op een plek die niet heel erg snel opvalt. Speakbriefje zo openklappen en dan kan je gewoon alles lezen. Recht voor je neus. Ik deed dat altijd niet met speakbriefjes, maar met foto's van de Playboy. In ieder geval vandaag de verse 5 beste tips om te spieken. Nummer 5. Een hele grote belangrijke tip is wel de antwoorden op je been schrijven. Geloof me, dan zit je gewoon in de klas terwijl de leraar om zich heen kijkt, hou jij alles in de gaten en dan kan je aan het werk. Ik bedoel, stel dat je betrapt wordt in de klas terwijl jij gewoon even daar beneden aan jezelf zit te krabben. Als een leraar naar je toe komt en die heeft dat in de gaten, dan moet hij dus naar je toe komen en aan je gaan vragen. Hey, jongetje, wil jij misschien even je broek iets omhoog doen? Ik kan meer van je benen zien. Dat kost een leraar gewoon zijn baan als hij dat doet, dus hij komt niet naar je toe om het te vragen. Al helemaal niet als jij een meisje bent met een rokje. Kun je indenken hoe dat eruit zou zien? Hey, zeg meisje. Doe eens een keer dat rokje van jou wat omhoog. Hè? En hey, jongens, het is 2017. Ik ben open-minded. Er zijn ook jongens met rokjes. Jongetje, doe eens een keer dat rokje van jou wat omhoog. Hè? Doe iets voor de leraar. Als laatste bonus tip voor deze afkijkmethode. Je hoeft niet alle antwoorden op je been te zetten. Je kan ook een briefje doen in je BH. Doe iets voor de leraar. En als de leraar dat dan ziet, ja, dan moet hij dus naar je toe komen. En nou ja, wat moet hij dan gaan zeggen? Doe eens je BH uit. Doe iets voor de leraar. Nummer 4! Je kan dan wel alle antwoorden op je lijf gaan schrijven, maar je kan ook een stapje verder gaan. Je kan ook gewoon een tattoo nemen van alle antwoorden. En ja, ik kan dat weten. Oh, zij toch, het is echt een tattoo met alle antwoorden. Mooie tattoo. Je kan het niet afwassen, dus ja. Ja, dan moet je maar zo het proefwerk maken, denk ik. Ja. En over 10 jaar, als ik terugdenk aan mijn proefwerk, dan weet ik nog altijd hier dat A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Daarom neem een tattoo. Nummer 3! Er zijn ook nog simpelere methodes die wel een beetje werken, maar niet echt bepaald geniaal zijn, maar toch neem ik ze met jullie door. Je kan bijvoorbeeld zeggen tegen je leraar dat je moeite hebt met concentreren en daarom het proefwerk wil maken met muziek in. Of dan spreek jij gewoon thuis alle antwoorden in op je telefoon en ja, die ga je dan afspelen tijdens het proefwerk. Gigantisch chill, dan hoef je gewoon niks te doen, zit je in de klas en dan lost het zichzelf op. De hond is pas echt uitgevonden in 1966. Een zebrapad is geen dier. Dat is een zebrapad. Je kan natuurlijk ook vragen aan de leraar of jij een flesje water mag hebben bij het proefwerk. En dan haal je het etiketje los van het water. En dan schrijf je aan de binnenkant van het etiketje van het water alle antwoorden op. En dan plak je hem weer dicht. En als je dan gaat kijken, dan kan je dus door het flesje alle antwoorden zien staan op het etiketje. En dan terwijl jij het proefwerk maakt, heb je helemaal nergens last van. Neem je gewoon lekker een slok. Klaar! Als je een proefwerk hebt voor een taal, dan mag je af en toe een woordenboek erbij gebruiken. Schrijf dan alle antwoorden op een briefje en doe dat briefje in het woordenboek. Zorg er dan voor dat je je woordenboek op bepaalde plekken even goed doorknijpt, zodat de leraar moeilijker terecht gaat komen op de pagina waar je speakbriefje is. Nee, ik zie helemaal niks. Chill. Vlak voor het proefwerk begint, ga je naar de leraar toe en je zegt tegen de leraar: yo, sorry, ik ben een beetje verkouden vandaag. Verkouden zeg je? Oh man. Sterkte en steek mij. Oh jee, steek mij alsjeblieft niet aan. En kind. Het doel ervan is simpel: jij wilt tissues op tafel leggen. Oh, dankjewel. Waarom tissues op tafel leggen, Bardo? Nou, op de tissues schrijf jij je antwoorden. En dan lees je gewoon het antwoord af. Mooi proefwerk. Nummer 1! Deze laatste is voor de experts onder mijn kijkers. Misschien ben jij er een, hoi. Want deze laatste is niet echt afkijken, het is meer samenwerken met je klasgenootjes. En wat moet je daar dan voor doen? Goed opletten, want als je het volgt is het redelijk simpel. Terwijl jij het proefwerk aan het maken bent, hou jij zowel de leraar als je klasgenootjes in de gaten. En stel je bent bij vraag 6. Dan moet je afspreken met je klasgenoten dat jij hem hulp kan vragen door middel van een kuch. Als iemand in de klas je wil helpen, moet hij dan terugkuchen. Je moet nu 6 keer op de tafel tikken, zodat je klasgenoot weet dat je bij vraag 6 bent en het antwoord niet snapt.
Vervolgens kan jouw klasgenoot door middel van de pen aangeven of het A, B, C of D is. Stel hij klikt één keer met de pen, dan is het A, twee keer met de pen, dan is het B. En luister maar eens naar hoe vaak deze man gaat klikken. 3 keer, het is antwoord C. En geloof mij, deze laatste heb ik oprecht zelf gedaan op de middelbare school. Wel vaker dan 1 keer en hij werkt altijd. Zorg er alleen voor dat je dit alleen doet met je slimme klasgenootjes, anders krijg je de verkeerde antwoorden binnen. Heb jij gelachen om deze video of wil je Banjo Movie supporten? Dat kan je doen door een like achter te laten en te abonneren hier beneden. Dankjewel voor alle support daar beneden. Oké, ik wijs nu heel wat anders. Laat mij ook vooral weten wat ik de volgende keer moet doen in de Banjo Break in de reacties. En als je nou meer dan alleen Banjo Movies wil helpen, stuur deze video dan door naar al je vrienden. Of in ieder geval 1 vriend, zodat je een paar speaktips kan gaan proberen met mensen. En laat mij via Twitter, YouTube of Facebook weten of het is gelukt. Ik zie nu echt mensen aan te moedigen om af te kijken. Oké, wacht even. Deze hele video is iets wat ouders en leraren niet willen dat jij ziet. Jezus Christus zeg, wat doe ik? Laat mij in ieder geval weten of het jou is gelukt met afkijken. Misschien met een van mijn... Nee, doe het weer, nee. Ik ga weer even verder. Ik heb morgen een heel belangrijk proefwerk en ik moet nog gaan afkijken. Ik heb alleen A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Man, het is een biologie toets. Bye! Like en abonneer!